altijd weer die twijfel of ik een Feyenoord hart zou hebben. Ha, laat me niet lachen zeg. Mijn vader was een enorme Feyenoord supporter. Ja, en wij woonden in de Watergraafsmeer, vlak bij het Ajaxstadion. Ja, en maar mijn vader nam me altijd mee naar de Kuip. En daardoor werd ik ook nog eens een keer een enorme Koen Moulijn fan. Zo is het gegaan. Ja, en dus ik had het echt, als klein gozer had ik het helemaal niet makkelijk. Tussen al die jongetjes van mij, ik opgroeide, want dat was natuurlijk allemaal Ajax. Want ik zie mezelf nog gaan. In 1960, hè, jongens. Ik was zo'n baasje. En dan gingen we naar het Olympisch Stadion. En daar speelde Ajax tegen Feyenoord. Beslissingswedstrijd voor het kampioenschap van Nederland, dat kon toen nog. We waren in punten gelijk geëindigd, je had niks te maken met doelsaldo. Feyenoord kwam met 1-0 voor. Hé, daar stond het kleine mannetje te juichen, geweldig. Feyenoord kwam voor, maar Feyenoord verloor met 5-1. En ik zei, en ik weet het nog heel goed, gelijk tegen mijn vader, ik ga morgen niet naar school daar in de Watergraafsmeer. Nee, natuurlijk niet. En mijn vader zei me, je gaat wel. Jij gaat gewoon naar school toe en je gaat zeggen dat Ajax verdiend heeft gewonnen. Nou, ik ben naar school gegaan, vraag niet hoe, maar ik heb dat niet gezegd. Nee, ik kon het niet over mijn strot krijgen dat Ajax verdiend had gewonnen. Nee, nee. Maar gelukkig, het jaar daarna, daartoe kwam mijn moment. Ja, dat was hem. 1961, 28 mei, Feyenoord Rapid JC. En Feyenoord won met 2-1. En ik stond zo in de Kuip. Hey, voor Feyenoord. Ach jongens, hey, vraag het nooit meer aan mij of ik een Feyenoord hart heb.